Welkom in deze eerste video. Dit is een reeks van een aantal video's waarin ik eigenlijk een programma uitstippel dat je kan gebruiken, een programma dat ik zelf gebruik, of de gedachtmanier van denken, de tools die ik zelf gebruik om mijn weg doorheen het leven te navigeren. En het zal ook een cursus zijn die daarover gaat. Hoe navigeer ik mezelf doorheen dit leven? En daar zijn bepaalde zaken belangrijk voor. Dus ja, dit leven, wat is dit leven? Waarom doe ik wat ik doe? Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik doen? Dit zijn allemaal heel belangrijke vragen die we onszelf dienen te stellen als we niet gewoon willen doen wat ons voorgedragen wordt. Dus om dit pad te gaan, zijn er bepaalde manieren van denken die ons kunnen helpen om dat op een betere of een gemakkelijkere manier te doen. Veel van het werk en de lessen die ik hier ga geven, zijn voor een stuk gebaseerd op het werk van Earl Nightingale. Lead the Field noem het boek. Dat is ook echt een aanrader dat je dat boek een keer goed leest. Staan er heel veel gouden tips in. En het is zijn werk gecombineerd met al het andere werk dat ik geleerd heb, dat ik eigenlijk gebruik in mijn coachingstraject. Of trajecten, het zijn verschillende mogelijkheden die je bij mij kan volgen. Maar het is eigenlijk zijn werk en allerhande andere technieken die ik gebruik om mensen te begeleiden naar beter te weten wie ze zijn, wat ze willen doen en waar je naartoe gaat. En dat is een tocht of een zoektocht die eeuwig blijft doorgaan. Dus het is niet alsof dat we opeens weten waar we naartoe op weg zijn en dat dat dan voor altijd zo blijft. Het is meer alsof dat er lagen zijn aan wat dat we doen. En eerst wil je bijvoorbeeld beginnen fitnessen, je begint te trainen en achter een jaar zeg je ja, het is toch gelijk nog niet helemaal dat. Dat trainen heeft me hier gebracht, maar nu verlang ik toch naar, ja, ik vind die voeding wel heel interessant en ik zou graag mensen willen helpen. Dus, oké, ik blijf trainen, dat is iets van mij geworden, maar ik ga ook voedingswetenschappen gaan studeren of ik ga worden herborist of iets, je gaat iets vinden. En dan vandaar ga je dan naar de volgende. Je bent dan herborist bijvoorbeeld en je zegt, ja oké, ik zie de voordelen, ik zie wat dat allemaal doet, maar ik mis toch nog iets. En wat mis ik eigenlijk? Ah ja, ik mis eigenlijk het feit dat heel veel mensen komen met klachten, ik geef ze iets van kruiden, maar er is daar ook altijd iets psychisch. En ik zou daar graag wat meer van begrijpen. En dan ga je een coachingsopleiding of een psychotherapieopleiding gaan volgen. Ik zeg maar iets, maar dan, zo vind je jouw weg doorheen dit bestaan, jouw manier van je verhouden tot deze werkelijkheid en de stappen daarin. En dat is voor iedereen anders. Een goed doel voor de een is geen goed doel voor een ander. Dus het uitvinden van wat heb ik hier te doen, dan de moed te hebben om dat ook werkelijk te gaan doen. De moed te hebben wanneer je ziet, oké, het is toch wel anders om weer te veranderen. Het inzicht hebben in de nuances die zich voordoen. En ook, er zijn altijd heel veel barrières als je graag iets wil bereiken of je wil iets gaan doen. Komen er angsten boven, dingen uit het verleden waar dat je niet nog geen grip op hebt, of hoe ga je met die zaken om, hè? En dat is eigenlijk de vraag die we onszelf kunnen stellen. En doorheen heel de avontuur van jezelf ontdekken, van jezelf ontwikkelen, van jezelf vinden, in de wereld te gaan zetten wie je bent, en dan het leven te leven dat je hier te leven hebt, daarin is er één iets echt zeer belangrijk. Hè? En dat is echt de grond waar dat al de rest op rust. En dan daarvoor moet je jezelf even de vraag stellen als je naar binnen gaat van wat is hetgene dat altijd bij mij is? Eender welke actie die ik onderneem, eender wat ik doe, wat beïnvloedt elke actie, elk contact, elke manier van bestaan? Dat is mijn attitude. De manier hoe dat ik mezelf verhoud tot hetgene dat zich voordoet. Hè? Als er zich iets voordoet dat moeilijk is.
verhoud ik mezelf op een manier die datgene wat moeilijk is wegduwt? Loop ik ervan weg? Ga ik ermee in gevecht of zie ik het als een groeikans? Zie ik het als iets om mezelf verder te ontwikkelen of iets dat me toont waar ik nog niet ontwikkeld genoeg ben? En dat wil niet zeggen dat we perfect zijn, maar dat wil zeggen de manier hoe dat je je verhoudt tot de zaken die zich voordoen in je leven. En dat wil echt alles zeggen. Hè? De mensen in je leven, je familie, werk, onverwachte gebeurtenissen. De manier hoe dat je je verhoudt tot die zaken bepaalt hoe dat je ermee om gaat gaan. En hoe dat je ermee omgaat, bepaalt de uitkomst. Dus één iets heel belangrijk, als we dit traject gaan, hè, als we zo'n traject gaan van zelfontwikkeling, van onszelf vinden, is dat we leren om met een, tussen aanhalingstekens, juiste attitude in het leven te staan. Op zich bestaat een juiste attitude misschien niet, want je benoemt het dan weer alsof hé, dat is juist en dat is fout. We zouden misschien beter het woord functionele attitude kunnen gebruiken. Hè. Dus ik heb hier ook opgeschreven, sessie 1, attitude. En het is belangrijk dat je misschien even hè, voor jezelf erbij stilstaat. Hoe sta ik in het leven? Hè? Hoe sta ik in het leven? Hoe verhoud ik mij tot het leven? Wat voel ik ten opzichte van het leven? Voel ik, dit leven wil ik leven, hier wil ik dingen doen, ik heb hier iets te bereiken? Of voel ik van, oh, het is allemaal wat veel, stop het, laat me gerust. Het is genoeg. En zo zijn er nog heel veel manieren waar je kan relaten hè, tot het leven. Het is belangrijk dat je daar even bij stilstaat. Hè. Dat is stap 1. Sta daar even bij stil. Hè. Schrijf dat misschien ook op. Denk er even over na. Hoe sta ik in het leven? En dan moet je even nadenken over waar zou je willen zijn in het leven? Je droom, wat is je droom? En stel dat je daar was, hoe zou je dan in het leven staan? Hoe zou je je dan verhouden tot de wereld en het leven? Moest je alles bereikt hebben dat je wil bereiken? Dat is een heel belangrijke vraag. Dus, de attitude is... Dat is een magisch woord. Hoe is mijn attitude? Dat is ook iets dat je jezelf veel kan afvragen. Hoe is mijn attitude op dit moment? Als er zich iets voordoet, vraag jezelf die vraag. Hoe ben ik mij aan het verhouden tot dit moment? En zou er een manier zijn die functioneler is, die beter klopt? Zou ik mij kunnen op een andere manier verhouden tot dit moment, die meer klopt met wat nodig is in dit moment? Het is een klein iets. Je attitude is een klein iets. Hè. Het is niet iets gigantisch. Maar hoe dat je je verhoudt, hoe dat je je attitude 's morgens zet, hè, in het leven, is iets klein met een gigantische impact. Omdat het elk moment bij je is, heb je dus een gigantisch compound effect dat doorheen heel je leven een enorm effect heeft. Hè. En dat zie je ook. Hè. Maar als je elke dag opstaat en... Je zegt, oké, ik ben er klaar voor, ik ga het leven aan zoals het is, ik ga, ook als het moeilijk is, oké, het is nu moeilijk, maar ik ga ervoor gaan, ik ga mijn best doen, ik ben dankbaar dat ik hier nog een dag ben, ik ben dankbaar voor degene, voor al de mensen die hier bij me zijn in het leven. Dan, vanuit die energie, ga je veel meer gedaan krijgen, ga je veel meer, ja, ook gaan veel meer mensen zich goed voelen bij je, veilig voelen, juist voelen, dus... Dat is een heel belangrijke factor. Hè? Hoe verhoud je je in elk moment? En dan komen we bij 2. Dat is een keuze. Veel mensen hebben het gevoel dat ze speelballen zijn van het leven. En ik ook. Ik heb dat ook soms dat gevoel van fuck. Ah, het gaat hier allemaal mis. En het is allemaal mis aan het gaan. En ah, ik zie nu nog ziek. En moet nog dat doen en dat doen en dat doen en dat. Oké, maar is dat de functionele attitude die je op dat moment kan hebben? Bijvoorbeeld, ik zelf heb op dit moment, ik heb het heel druk, heel veel opleidingen, cliënten, van alles wat aan het gebeuren is. Ik heb sinds een jaar enorm zware astma gekregen.
daarbij maagproblemen door de medicatie voor die astma. Het is eigenlijk, het is verschrikkelijk. Het is echt afzien. Maar dan, soms glip je dan, en dus dat is wat met mij nu voorbije week bijvoorbeeld gebeurt. Je wordt meegesleurd. Hè? Dus je hebt, ik had het gevoel, ah, die astma is weer wat beter, het is mooi weer aan het worden, alles gaat goed. En dan begin je weer astma aanval te krijgen, moet je weer medicatie nemen, je maag is weer slecht, je hebt dan klanten s'avonds, je bent ziek, je bent moe. En opeens is het allemaal niet meer goed. Hè? En het verschil doordat je begint te letten op je attitude, is niet dat dat niet meer gebeurt, maar dat wanneer dat gebeurt, hè, dan kan je jezelf er steeds beter uitpakken. Dan zeg je, het was nu, hè, het was een paar dagen aan de hang, en nu vanmorgen zeg ik tegen mezelf van Wout, waar gaat het eigenlijk om? Hè? Waar gaat het eigenlijk om? Wat ben je hier aan het proberen doen? Waarom doe je al die dingen? Is het om jezelf hek en ziek te maken? Of is er iets anders? En als je daaraan stil bij staat, dan zeg je oké. Okay. Ik kan ook dankbaar zijn dat ik hier nog ben, dat ik leef. Ik kan dankbaar zijn dat ik hier een video kan opnemen, dat ik die dingen geleerd heb. Ik kan dankbaar zijn dat ik veel cliënten heb in plaats van te zeggen, ah, fuck, weer werken en nog die fulltime job. En ben dankbaar voor die fulltime job eigenlijk ook wel. Ik ben dankbaar dat ik hier een huis heb waar ik in kan wonen. Ik ben dankbaar dat ik eten heb. Er zijn mensen die dat allemaal niet hebben. Oké. Okay. En als je die verhouding creëert, dan ontstaan er weer mogelijkheden. Oké, okay, wat kan ik dan doen? He, dus ik voel me ziek, ik heb last van mijn astma. Oké, okay, mijn medicatie nemen. Misschien dit doen of dat doen. En op die manier leer je om een keuze te maken. He, want we hebben altijd een keuze. Hoe dat we omgaan met de zaken die zich voordoen in ons leven. Dat is heel belangrijk. Ook al lijkt het vaak van niet. Hè? We hebben geen keuze per se hoe dat we ons voelen of wat we denken. We hebben wel een keuze hoe we ons daartoe verhouden. En of we kunnen een gedachte of een gevoel niet wegduwen, maar we kunnen wel kijken naar een ander gevoel. Dus ik voel me bijvoorbeeld slecht en verdrietig. En dan kan ik ook een gevoel oproepen van dankbaarheid voor wat er bijvoorbeeld wel is. Hè? En daarin hebben we een keuze. En wat we dus kunnen leren, is om zelf onze attitude te gaan creëren. Ik ga dat kort zelfs even uitleggen hoe dat we dat doen. Hè? Maar het zelf creëren van onze attitude, dat is een proces dat wat tijd vraagt. Het is niet iets dat, hè, klik en dat is gebeurd. Nee, je attitude, de manier hoe je verhoudt en hoe je voelt in het leven, is iets dat voor een groot deel bepaald wordt door onze hersenen, zelfs een genetische factor in. En je zou dat kunnen vergelijken met het spoor van een plaat. Hè? Die plaat blijft maar draaien en als die blijft draaien in dezelfde groef, dan raakt die daar niet meer uit. Wat het doel is, is niet om alles wat je voelt weg te gooien, maar om nieuwe groeven te slijten. Hè? Een groef van dankbaarheid. Een groef van verlangen naar hetgene te doen wat je wil doen in het leven. Een groef van motivatie. Een groef van, ja, het kan van alles zijn, maar het zijn zo die basis emoties, die basis zaken die we leren opwekken. Hè? Een groef van liefde, van verlangen om goed te doen. Als we daar meer aandacht aan geven, dan wordt dat ook een groef. En als we daar lang genoeg aandacht aan geven, dan wordt die groef zo diep dat het ons ik wordt. Het wordt deel van onze persona, van onze persoonlijkheid. En dus, dat is wat we eigenlijk gaan doen. We gaan zelf, in deze eerste sessie, ga ik leren aan je hoe we die attitude gaan creëren. Wat is daar dus belangrijk voor, is dat je mind leert zetten. Hè? Dus je mind is bezig en je zit in die groef. Je bent aan het denken op een bepaalde manier, je voelt je op een bepaalde manier. En wat heel belangrijk is hierbij, is dat we hier een korte pauze in creëren. Hè? En daarvoor leer ik je dan in de sessies die ik met je doe, of je kan dat ook zelf online uitvinden hoe je dat doet. Daar gaat deze video niet per se over. Het gaat over hoe we het doen, wat het theoretisch kader is. Hè?
Maar we gaan via meditatie, een bepaalde meditatietechniek. Ik gebruik persoonlijk telmeditatie. Hè. In, uit, 1, in, uit, 2. En zo tel je je ademhaling totdat je aan 100 ademhalingen zit. Tegen dat je aan 100 zit, is de mind al een stuk rustiger. En dan, op dat moment, gaan we dus met de adem een paar keer heel krachtig in- en uitademen om nog dieper te zakken in een staat van, ja, een soort staat die herschrijfbaar is. Hè. We creëren een soort brainwipe en dan op die herschreven hersenen, op die hersenen die heel vatbaar zijn, we creëren eerst een bodem, gaan we zaadjes planten. En dus dan zit je in stilte, de hersenen zijn stil, en dan ga je gaan voelen in jezelf, waar ben ik dankbaar voor in dit leven? En dan voel je bijvoorbeeld, ja, hoe graag je je ouders ziet, of je vriendin, of een bepaald iets. En je voelt één object en je voelt daar liefde voor. En dankbaarheid dat datgene er is. En dan laat je dat gevoel van dankbaarheid over heel je lichaam verspreiden. Je voelt dat overal in je lichaam, dat gevoel. En je ademt daarmee, oké. Je laat dat daar zijn. En vanuit dat gevoel van dankbaarheid richt je ook je aandacht op je intentie. Ja, want samen in de sessies hebben we een intentie gezet. En dan richt je aandacht vanuit dat gevoel van dankbaarheid op een intentie. Ik voel bijvoorbeeld, ik ben heel dankbaar dat ik in het leven mijn partner heb. Mijn vader, mijn zus. Oké, ik zie die mensen heel graag, mijn broer. En ik voel die dankbaarheid voor hun. En dan van daaruit ga ik die dankbaarheid in heel mijn lichaam voelen. En dan zeg ik tegen mezelf, oké, en mijn intentie is om steeds meer te leren. Om mensen steeds beter te kunnen helpen. En daar ben ik naartoe op weg. Mijn intentie is ook om steeds aanweziger en echter in dit leven te zijn. Met meer liefde. En steeds minder gevecht in mezelf. En dan laat je dat gevoel van je intentie doorsijpelen. Oké. Ik ben dankbaar dat dit mijn intentie kan zijn. We gaan daar nog iets verder op in. Tijdens de sessie is het nog iets complexer. Maar dus, dat is zo'n beetje het idee. Dus je herprogrammeert jezelf. En je zet het doel van, oké, dan zeg je van, en dat is mijn intentie. En hoe ga ik vandaag daar verder aan bouwen? Hoe zou ik best in het leven staan om deze intentie werkelijkheid te laten worden? Dat is een goede vraag, denk ik dan. Hoe zou ik best vandaag in het leven staan om deze intentie werkelijkheid te laten worden? En soms heb je daar niet direct een antwoord op. Maar alleen de vraag al stellen maakt de mogelijkheid tot ander gedrag aanwezig. Dat die mogelijkheid aanwezig komt. Hè? Dus dat is een heel belangrijke. Hè? En dus een paar zaken die dus zeer belangrijke gevoelens zijn om op te wekken bij het zetten van een intentie, zijn dankbaarheid, enthousiasme, dus het voelen van dankbaarheid. Maar een gevoel van dankbaarheid is eigenlijk een soort gevoel van liefde voor alles dat buiten je is. En als je dat voelt, als je dankbaarheid voelt en steeds meer dankbaarheid voelt in het leven, dan ga je jezelf steeds meer verhouden ten opzichte van het leven alsof het een heft is waarin van alles mogelijk is. Dankbaarheid is het tegenpool daarvan is een soort vijandigheid tegen het leven. Het is allemaal mis, ik krijg er niet wat ik nodig heb. Ik heb altijd te weinig, te min, het is niet goed. Maar als je die attitude neemt, dan krimp je in elkaar, dan kan je niet uitreiken, dan kan je niet dingen doen voor anderen, dan kan je niet gelukkig of vrij zijn. Dan zeg je dat je zegt van, ik ben dankbaar voor wat dat er is, en wat er niet is, dat is er niet, oké, ça va.
En als het er echt moet zijn, hoe zou ik het hier kunnen brengen? En ik ben dankbaar dat ik de mogelijkheid heb om bepaalde dingen hier te brengen die er nog niet zijn, die ik graag zou willen. Het is eigenlijk verantwoordelijkheid nemen ook. Hè? Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw bestaan. Voor wat jij nodig hebt. En dat is dankbaarheid. Dat je een verantwoordelijkheid neemt om niet in gevecht te zijn met wat is. Maar dankbaar te zijn. En vanuit het gevoel van dankbaarheid voor dit bestaan, voor dit leven. Om van daaruit te kijken wat er moet gebeuren. En dat is niet gemakkelijk. Ik heb daar jaren moeite mee gehad en nog steeds om dankbaar te zijn. Omdat het vaak zo misgegaan is, zo pijnlijk geweest is. Dat het voelen van dankbaarheid bijna een soort van bedrog aan mezelf was. Een soort van, er is mij zoveel misgedaan, ik ga hier niet dankbaar zijn. Ik heb het zelf gedaan en ik moet het doen. Voor wie of wat heb ik dankbaar te zijn? Maar in die attitude zit iets verscholen dat eigenlijk gewoon heel bang en klein is. En dat geen verantwoordelijkheid wil nemen voor dit bestaan. Dus dat is iets belangrijks om bij stil te staan, te leren dankbaar te zijn. Hè? Vervolgens heb ik enthousiasme ook, een soort enthousiasme naar het leven toe. Hè? Hoe kan ik enthousiast naar het leven toe mij bewegen? Als je altijd, oh, ik heb er geen zin in, en ja, weer al dat. En, ik kruip daar vaak wel, of frequent heb ik daar al in gezeten, vroeger meer dan nu. Hè? Nu gebeurt dat soms nog een keer en dan moet je jezelf gaan afvragen, oké, maar wat doe ik allemaal dat ik eigenlijk niet wil doen? En waarom wil ik het niet doen? En op welke manier zou ik kunnen wel gaan doen wat ik wil doen? Hè? Op welke manier zou ik me kunnen gaan verhouden ten opzichte van het leven, dat ik enthousiast kan zijn tot het leven? Welke dingen maken mij enthousiast? En ook dat gevoel van enthousiasme in jezelf opwekken. Hè? Je kan ook zelf leren creëren van, oh ja, ik ben enthousiast voor wat ik hier te doen heb. Ik ben enthousiast. Dat maakt mij enthousiast. Nee? En dat plan dat we gaan maken, de bedoeling daarvan is dat het je enthousiast maakt. Nee? En dat je dankbaar kan zijn dat je iets hebt dat je enthousiast maakt. En zie je welk spelletje dat we spelen? We creëren een soort trick in the mind eigenlijk. Hè? Om onszelf uit dat gevoel van isolement, van verstikking, van nutloosheid te halen. We creëren een soort nieuw mindpad. Het is een keuze. Hoe dat je je voelt. Of dat je je nu slecht voelt of goed. The universe doesn't care. Hè? Dat maakt niemand uit. Het maakt alleen maar uit voor jezelf. En jij, degene die dit nu hoort, jij bent degene die die keuze maakt. En ofwel maak je hem niet en leef je heel dit leven zoals je het leeft. En dat maakt niemand uit. En als je wel maak je de keuze om daarheen te gaan waar je heen te gaan hebt. Om je verantwoordelijkheid te nemen voor dit bestaan. Om je attitude zelf te zetten. Hè? En om dankbaar te zijn dat je hier mag zijn. Met vreugde, met enthousiasme te mogen leven. En misschien zelfs een doel te hebben waar je richting aan het varen bent. Hè? Doelgericht zijn. Waar ben ik naartoe op weg? Wat heb ik hier te brengen? Maar jezelf ook niet zodanig te verliezen in je doel dat je verliest wat dat er rond je is. Want dit is het mirakel. Hè? Dit, het feit dat je hier bent. Dat je hier rond je kan kijken. Dat je hier kan bestaan. Dat is het mirakel waar we de touch mee verliezen. Maar als je vanuit een gevoel van dankbaarheid. Van enthousiasme. Van zelfliefde misschien zelfs. Kan zeggen, oké. En met de tijd die mij gegeven is. Zou ik graag dit verwezenlijken. Ik vind dat een waardige besteding van mijn tijd. Dan heb je een doel. Hè? En dat doel, dat kan heel veel betekenen voor iemands psyche. Dat kan heel erg behulpzaam zijn. En dan komt een latere video over hoe vind ik mijn doel in dit leven. Hè? Wie ben ik? Wat wil ik? Wie wil ik zijn? Dus dat komt er nog aan. Maar dus nu is het belangrijk dat we eerst enkele weken, een viertal weken, gaan we gaan focussen op attitude. En dat houdt in, hoe verhoud ik me tot het leven? Om het kort even te zeggen, hoe verhoud ik me nu tot het leven? Neem blaasjes wijs, maar hoe verhoud ik me echt nu tot het leven? Waar heeft mijn manier van zich verhouden tot het leven me tot nu toe gebracht? Waar zou ik graag willen zijn?
En wat moet ik veranderen aan mijn attitude om daar te komen waar ik wil zijn? Dus dat is de essentie van wat ik vandaag heb uitgelegd. En dan het werk te gaan doen om die attitude te veranderen. Je kan bij mij sessies komen doen waarin we gaan uitspitten. Wat zit er hier allemaal nog vast? Wat is er gebeurd in mijn verleden? Dat maakt dat ik me op een bepaalde manier verhoud. Wat maakt dat ik mij nog niet dankbaar kan voelen? Op wie ben ik nog boos? Wat zit er nog van emoties? Welke emoties kan ik voelen? Welke emoties kan ik niet voelen? Dus dat is het attitudewerk. Wat zit er hier allemaal? Dat maakt dat het niet lukt om uit het spoor te springen naar een ander spoor. Waarom kan ik niet in een andere attitude, op een andere manier mee gaan verhouden tot het leven? Hè? Dus daar gaan we ons 4 weken mee bezighouden. Uitzoeken, hoe zit dat allemaal? Ja, een viertal weken. En nadat we daar onze eerste stappen in gezet hebben, want dit is een levenswerk voor de meeste mensen. Hè. Sommige mensen hebben dat gewoon zo gekregen, maar voor de meeste mensen is dit een levenswerk. Maar eenmaal dat we daar wat mee op weg zijn, gaan we gaan kijken, hé, wat wil jij doen? Wie ben je eigenlijk? Wat ben je goed in? Wat zijn al de verschillende zaken die je kan gaan doen? En dan zoeken we dat uit. Wat kun je allemaal doen? Wat is allemaal weggelegd voor jou? Als we die zaken hebben uitgevonden, dan gaan we kijken, oké, al die opties, al die mogelijkheden. En welk van al die opties wil je graag nemen? Bij welk van die opties word jij het enthousiast? En dan gaan we doelgericht die optie vastpakken en daar stappen naartoe nemen. Dan gaan we daar naartoe en dan gaan we dat in je leven gaan creëren. We gaan dat gaan neerzetten. We gaan maken dat dat werkelijkheid wordt. He? Waarbij dat we blijven een gevoel van dankbaarheid voelen dat we dit kunnen doen. Zodat we ons niet verliezen in dat doel. Zeggen, wauw, ik ben dit aan het doen. En nog een belangrijke tip bij attitude is dat je er ook op let dat je iedereen behandelt zoals dat je zelf behandeld zou willen worden. En dat is ook attitude. Jouw attitude heeft een enorme invloed op anderen. En alles wat je in het leven wil doen, buiten de dingen die intern gebeuren, alles wat je in het leven buiten je wil doen, is in contact met anderen. Dus hoe verhoud jij jezelf tot de ander? Dat is ook een extreem belangrijke vraag. En die verhouding, let daar een keer op. Als je iemand ziet, kijk je weg, kijk eens in de ogen en glimlach je. Zo. Toon je jezelf. Weet wel? Toon je jezelf aan de ander. Of kijk je eerder sipjes, verdrieten. Pijn, heb je pijn als je de ander ziet? Let daarop. Hoe verhoud je jezelf tot de ander? En dus ga daarmee aan de slag. Hè? Kijk of dat je kan glimlachen naar de ander. Kijk of dat je kan luisteren naar de ander. Want de manier waarop je verhoudt ten opzichte van de wereld, is ook de manier waarop je verhoudt ten opzichte van jezelf. En dat is heel belangrijk dat we daarbij stilstaan. Dus dat was het. Hè? De sessie over attitude. Ik hoop dat je er wel aan hebt. Er is hier nog veel meer over te vertellen natuurlijk, maar ik denk dat het bij deze genoeg was. Hè. Dus de zaken die belangrijk zijn dat je doet, is om dagelijks te mediteren, tot 100 te tellen bijvoorbeeld. Daarna je attitude te zetten en je intentie te zetten. Je intentie kan ook zijn bijvoorbeeld om uit te vinden wat je doel is. Of om uit te vinden hoe dat je in het leven wil staan. Om je op een manier te gedragen tegen anderen. Zoals dat je zelf behandeld zou willen worden. Nee? En als je veel interesse hebt in dit werk, in deze theorie en zo, dan is het werk van Earl Nightingale heel erg interessant. Er zijn nog wat zaken die interessant zouden kunnen zijn, maar dat is een mooie plek om bij te beginnen. Het boek noemt Lead the Field. En ja, dat was het. Ik hoop dat je er wat van bijgeleerd hebt. En tot de volgende keer.